Ik ben Wim Pennings. Toen de oorlog uitbrak, woonde ik op de Dorpstraat 44. En ik ben nu 91 jaar. Meneer Pennings, waar ging u eigenlijk op school? Toen de oorlog uitbrak. Toen ging ik niet meer naar school, want de scholen die bestonden niet meer, hè? U was 18. Ik was 18 jaar, dus scholen bestonden voor mij niet meer. Dus ik werkte eigenlijk overal en nergens. Want werk was er zat, maar ik was op de ambachtsschool en ik wou elektricien worden. Ja, ja. Toen 10 mei 1940 de oorlog uitbrak, hè? Waar was u toen? Waar was u toen u ervan hoorde, bedoel ik? Toen ik van de oorlog hoorde? Ja. Ja, het was al lang morgen natuurlijk, want ze zijn in Polen begonnen. Nee, maar ik bedoel, lag u nog in bed of zat u naar de radio te luisteren? Nou, ik neem aan dat ik gewoon naar de radio zat te luisteren, hè? Ja, ja. Wel? Ja. En wat was er het eerste wat u van de oorlog feitelijk merkte? Nou, dat was eigenlijk niet veel, want wij hoorden van de waterlinie en de peel, wisten we een klein beetje van. We hadden een paar Nederlandse militairen ooit zien lopen. En ze hadden dan, ik woonde toen op de Dorpstraat, maar wij zaten nog veel op het Kerkplein, want mijn broer had er nog een slagerij. Op het Kerkplein en er stond dan zo'n militaire, die dan Nederlandse militairen, ja, zo'n kookketeltje bij de. En dan kwamen ze eten halen. Het was zo primitief mogelijk, vond ik. Lagen er een heleboel Nederlandse militairen in Oosterwijk? Nee, er waren er niet veel, maar ze trokken er heen en dan stond die voedingswagen, die stond dan te stomen daar op het Kerkplein. Wat deed u aan het begin van de oorlog? Wat deed ik aan het begin van de oorlog? Ik werkte op een leerfabriek. Want er was, als elektricien was niks te beginnen, want er was niet veel materiaal. En ik ben toen op de leerfabriek, bovenop magazijn ben ik begonnen. Ik leerde 's avonds in mijn vrije tijd, leerde ik dus radiotechniek. En verder, toen ik van de ambachtsschool afkwam, was ik elektricien. Maar als elektricien was er niks te beginnen. En in de oorlog helemaal niet, want er was alleen maar zinkdraad. Ja. Maar hoe bent u die oorlog doorgekomen, wat werk betreft? In elektriciteit was niks te doen. Toen ben ik distributieambtenaar geworden. Toen kwam ik in de kunstkring, de oude kunstkring in de Stationstraat. Daar kwam ik aan een loket zitten en dan moest ik bonnen innemen. Bonnen innemen van de winkeliers? Van de winkeliers bonnen innemen. Dus ook dat de bonnen van zoveel punten bij elkaar zaten en de punten en dan optellen. Want die winkelier die schreef wel eens graag op en die plakte wel een soort verkeerde bonnetjes tussen de goede bonnetjes in. Maar dat wou ik dus, dat moest ik dan controleren tegen die en die was niet goed. Vond je dat leuk werk? Ja, ik moest iets doen. Ik moest kosten verdienen, ik moest ook mee in de huisgezin betalen bij ons natuurlijk. Hoor. Moesten iets doen. En dat was vroeger was het zo, ja, als je verdiende moest je bijbetalen in huis. Moest je mee in het onderhoud van het levensonderhoud mee voorzien natuurlijk. Bent u tijdens de hele oorlog bij de distributiedienst geweest? Nee, want toen moesten we op een gegeven moment naar Duitsland toe. Hè? Toen kregen we dus een brief dat we voor de keuring naar Duitsland moesten. Maar toen was ik filmoperateurtje in de kunstkring. Oh, ik draaide in mijn vrije tijd, draaide ik films. Dat was leuk, denk ik. Dat was heel leuk, ja. Dan ben ik in 1938, is de kunstkring verbouwd, is er een balkon ingekomen en een bioscoop. Maar vroeger was het een elitevereniging, de kunstkring. Maar dat werd later, ja, de elite die hadden het net zo moeilijk als iedereen.
Dus toen is er een bioscoop in begonnen. Biemans bioscopen zijn er toen begonnen. En daar ben ik toen met iemand van de radiocentrale, die toen op de spoorlaan was. Die was van Biemans Merkelbach. Daar ben ik toen bij Kees Hartveld, die werkte bij de radiocentrale. Die was filmoperateur, maar ja, die had verkering. Dus ik moest regelmatig invallen. En zodoende was ik in de kortst mogelijke tijd eigenlijk filmoperateur in de kunstkring. Ja, ja. Hebt u zich wel eens bedreigd gevoeld tijdens de oorlog? Ik maak nog wel een grote sprong, maar... Ja, het was een linker beweging eigenlijk, hè. Want er zaten hier verschillende Russen in Oosterwijk. Die krijgsgevangenen, die moesten voor die Duitsers werken, maar die wouden onderduiken. Hebt u die mensen geholpen? En toen op een gegeven moment, ja, toen bij Pijnappel, naast de slagerij, daar waren verschillende Russen. Bij ons kwamen verschillende Russen. Mijn zusje had zo'n beetje een oog op zo'n Rus, zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment is... In de Dorpstraat had je dan die aftimmeringen aan de zijkant. En daar sliep die Rus. En de grootste moeilijkheid die ik meegemaakt had, ik kwam dus 's avonds kwam ik thuis. Want toen was ik filmoperateur in Tilburg. Dus toen ik niet meer in de kunstkring werkte, toen werd ik filmoperateur in Tilburg in de Rembrandt Theater. Het Chicago Theater, maar dat mocht niet meer van de Duitsers. Was het Rembrandt Theater in de Badhuisstraat. Dat ben ik toen filmoperateur geworden. En dan kwam ik s'avonds met mijn fietsje naar huis. Want ik had natuurlijk een vergunning in Auschwitz om naar huis te mogen komen. En ik lag in bed en toen zagen ze mij binnensluipen, s'avonds. En toen kwamen die moffen binnen, maar er zat naast mij, achter de schot, er lag rust te slapen. Die Duitsers kwamen binnen omdat ze u... Die zien mij, ja, ik kom daar binnen. Ik kom s'avonds 10:30, kom ik van Tilburg afgefietst. Ja, want de bioscoop, 10 uur moest je om 10:30 binnen, 10 uur binnen, 10:30 binnen, weet ik niet meer precies, moest je binnen zijn. Maar toen moest ik nog van Tilburg af, de film was om 9:30 afgelopen. Dan moest ik van Tilburg nog naar Oosterwijk te komen. En had je een uitwijs voor nodig? En ik had een uitwijs. Maar werd je nooit aangehouden onderweg? Ik werd onderweg wel eens een keer aangehouden, maar dan had maar zo'n spleetlichtje. Waarom was dat? Nou, voor de vliegtuigen die overkomen, die mocht je niet zien dat er iemand over de weg reed. Dus hadden ze een koplamp op de fiets, maar dan was er maar zo'n klein spleetje met een kapje erboven. Dus je kon alleen je voorwiel maar zien en het padje, meer zag je niet. En waar werd u tegengehouden? Ja, onderweg, want daar fietsen ik de heukel omheen, hè. De heukel om fietsen ik erheen. En dan werd ik wat hals uitwijs en dan schrok je natuurlijk een aap. Want ja, je was een jong manneke, was bijna 19, 20 jaar was je toen. Dus toen schrok je er verschrikkelijk van. Maar dan kwam je thuis en toen hebben ze me thuis gevolgd op een of andere duistere manier. Toen moest die Rus moest natuurlijk weg. Maar die hebben ze toen niet weten? Nee, want dan hadden wij er niet meer geweest. Hè? In welke tijd van de oorlog zijn we nou? Ik denk 42. Waren ze toen al ontsnapt, die Russen? Die werkten hier, want we hadden hier het Weermachtsverplegingsambt, hadden wij, hè. Er was een magazijn, de grote magazijnen, in de leerfabriek waren die, waar de lakfabriek vroeger was. Dat was de WVA, Weermachtsverplegingsambt. Werkte heel veel Oosterwijkers, werkten daar. Wel, en die... Ja, dan zit ik even vast natuurlijk, want dan ben ik te ver... Waar ging het precies over? Het gaat over die Russen. Over die Russen, ja. Dus die werkte ook daar. Toen hebben we een Rus gebracht naar de overweg van de Laat. Achteraan in de Bokse Waan. Dat was de late overweg en dat was een paardenstal. Daar hebben we die mannen toegebracht. Ja, ja. Dat brachten wij dus ook, maar dat ik voor de middag niet hoefde te werken. Want ik werkte 's middags om 2:30 en om 6:30 en is 7:30 of 7:30 in de bioscoop. Was ik voor de middag, ging die man dan bij eten brengen. Maar dat was ook link. Op een gegeven moment. En toen heb ik verkering gekregen met mijn zus. En toen moest ik met mijn zus samen liefhebbend over de gemeulijke weg lopen. Met die Rus erachteraan. En die hebben we toen naar een bungalowhuisje in de bossen gebracht. Er waren verschillende
vakantiehuizen waren daar in de bossen. Dat u zogenaamd verkering had met uw zus. En die dan moest ik vrijen met mijn zus als die Duitsers eraan kwamen. Die Rus die moest dan volgen achter een boom. En dan, jullie moesten de Duitsers afleiden. Wij moesten de Duitsers zogenaamd afleiden. Ja. Hoe was eigenlijk tijdens de oorlog de houding van de Duitsers naar het Oostenrijkse volk? Oh, dat ging eigenlijk wel goed. Er waren verschillende Oostenrijkers die voor de Duitsers werkten. En dat ging eigenlijk wel goed. Ja, er waren natuurlijk wel enkele mensen bij die het er niet mee eens waren. Want er was nog een heel mooi verhaaltje. De Weermachtsverpleegingsamp was, net als ik zeg, aan de lakfabriek van de leerfabriek. En op een avond, toen is er een Duitser met een Nederlander die toch een beetje chef was. Die woonde daar in de huisjes van de leerfabriek. Zijn toen het huis van Jus de Koets op de Hoogstraat, dat was een aannemertje, maar die heet Jus de Koets, ik weet niet hoe het Jans heet, die heette geloof ik Schilders, maar het was Jus de Koets. Iedereen in Oostenrijk kende Anneke de Sport, dat was mijn moeder, en Jus de Koets, en een oliebol, dat zijn alle namen die bekend waren in Oostenrijk, dat zijn allemaal die bijnamen, weet u wel. Dus die hebben ze met zuur in die man zijn ogen gegooid, en die is gevlucht de kerkplein op. En toen heeft die Duitser hem achterna en die heeft geschoten. En die schoot een kogel bij ons tegen de raam aan op het huis waar mijn broer toen slagerij was. Dus het was een Nederlander die bij een Duitser zuur in het oog gooide? Er was een Nederlander, een Oostenrijker Nederlander, die gooide zuur in zijn ogen. En die Duitsers is toen diegene die de achterna gingen, die ging het kerkplein op bij Nelke van den Berg daar. Die had er toen zo'n timmerwinkel, Nelke van den Berg. Is het kerkplein opgeschoten en daar is hij op geschoten en toen schoot hij bij ons door de raam heen. Hebben ze hem te pakken gekregen? Dat weet ik niet meer. De schrik zat er dus goed in op een gegeven moment. Hè? Ja, maar ja, goed. Wij deden schrik, die was nog jong, die was niet zo heel bang natuurlijk, maar het zijn toch wel angstige momenten die je dan op dat moment hebt, hoor. Heb u nog meer persoonlijke ongemakken ondervonden tijdens de oorlog? Nou nee, want ik was dus, nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee. Ik heb wel een keer gehad dat mijn jongste broer, die kon van alles. Toen is er op een gegeven moment een vliegtuigje geland van de Duitsers op het Nevelo-terrein achter de leerfabriek. En dat was, de luchtmacht zat hier in het huis naast Jot van Os. Jot van Os was waar nou tegenover de HEMA, waar nou die vlaarwinkel is. Dat was Jot van Os vroeger een slagerij. En daarnaast was een heer, er woonde een Lindhorst woonde daar, van de zeepfabriek. De dorpstraat was Sabuna, zo'n soort zeepfabriekje was daar. En daar zat de staf van de luchtmacht. Toen hebben ze dat vliegtuigje op een vrachtwagen geladen. Waarom was dat ding daar geland? Had die pannen? Die had noodlanding gemaakt. Nee. En die kwam toen door de dorpstraat heen. En toen heeft mijn broer hem een sneeuwbal in zijn nek gegooid. Diegene die in dat vliegtuig zat. Ja, en ik kon een beetje Duits, dus ik ging daar jongen en ik was voor vuur in de bioscoop enzovoort. En toen is dat een beetje gesust geworden. Hè? Ja. Maar ja, dat zijn ook van die angstige momenten die je op zo'n moment meemaakt. Maar het was niet rumoerig en niet vervelend in Oostenrijk. Waren er ook leuke dingen tijdens de oorlog? Ja, wat is een leuke ding? Er was weinig of niks te beleven eigenlijk. Hè? Er was niks te beleven. Ik kom met mijn fietsje naar Tilburg voor film gaan te draaien. En toen die filmoperateurs van daaruit ook weer naar Duitsland moeten, toen ben ik ondergedoken en dan ben ik naar Heerlen in de bioscoop gaan werken. Daar heb ik gewerkt bij de gebroeders van Bergen. En de gebroeders van Bergen, die vroeger op de kermissen stonden, die stoomcarousels. Stoommolens. Ja. De Eftelingen te later, die waren van de gebroeders van Bergen. En die zijn allemaal een bioscoop begonnen. En toen ben ik in aanraking via de cultuurkamer. Wat was dat? De cultuurkamer, daar viel de bioscopen en schouwburgen en die viel daar allemaal onder. En die wou mij, omdat ik daar film op had, wou mij naar Duitsland hebben.
Toen heeft er iemand van Oosterwijk ook nog een brief geschreven dat ik niet, dat ik voor de ook, want wij draaiden ook 's maandagsavonds een filmvoorstelling in de kunstkring van de Duitsers hier. De bedoeling was dat u in Duitsland film ging draaien. Dat ik voor het leger, voor het Duitse leger films ging draaien. En toen heb ik dus het adres van de cultuurkamer gekregen. En toen ben ik met mijn moeder samen naar Heerlen gegaan. En toen mocht ik daar onderduiken en heb ik daar film over teruggespeeld. Ja. Ja. Het verzet in Oosterwijk, wat weet u daarvan, zich te herinneren? Ja, het verzet, dat was meer... Er is een straatnaam genoemd aan de andere kant van de lijn. Ja, er zijn verschillende straten genoemd naar verzetstrijders, hè? Hier. Nee, maar die was een heel bekende. De... Ja, kijk, daar... Geert van der Linden? Ja, Gertje. Ja. Gertje van der Linden, die was getrouwd met een zuster van Jan Merkwag. Ja, maar dat was pas later. Jan Merk kwam pas later aan de beurt. Want ik heb eerst nog een beetje elektricijn gaan spelen. Maar dat was na de oorlog, was dat. Wel, maar in de oorlog, ja, daar heb ik dus net gezegd distributieambtenaar gespeeld, filmoperateur gespeeld, ondergedoken in Limburg geweest. Ja, maar het verzet hier in Oosterwijk. Door Gertje van Linden en och, wie was er nou toch bij? Lindhorst. Nee, Lindhorst was er ook in, want die woonde daar vlakbij in de Dorpstraat op de Lind, vooraan op de Lind. En nog eentje, ook die in de buurt van Gertje van der Linden woonde. Ja, maar wat, hebben ze bepaalde nou, toen acties die, ondernomen? Toen op een gegeven moment, die spoorlijn, daar heb ik ook nog mee geholpen. Stukken van de spoorlijn eruit halen. Dus je was zelf ook bij het verzet? Jawel, ik was ook zelf bij het verzet. Hoe ging dat? Dat is... Dan werd je bij elkaar geroepen, dan werd er gezegd van hoe en wat er gebeuren moest. Wel, en we hebben een keer geprobeerd om in de weg naar Tilburg, maar dat lukte niet, want ze kwamen elk uur kwamen er over de lijn heen gelopen en die moesten we in de gaten houden, maar daar was het lekker rustig. En dan kon je meteen de bossen in, daar achter het Haaskasteel, dan kon je in één keer weg. Maar daar kon je niet weg, je moest hier door de spoorsloot heen. Hè? Ja. Heb je het over de trein die met Dolle Dinsdag ontspoord is? Nee, er is toen een trein in Haren ontspoord. Ja? In Haren. Daar heb ik toen meegeholpen een stuk lijn om te buigen, dat die trein eraf duikelde. Dat was dus niet de trein van Dolle Dinsdag, want toen is er ook een trein tot ontsporing gebracht. Ja, nee, die op station in elkaar geschoten is die trein. Nee, dat is de munitietrein. Dat is de munitietrein, ja. De munitietrein, toen was ik in de Sjorsperklaan, toen dat gebeurde. En vlakbij dus? Daar was ik vlakbij, ja. Dus, maar... Toen daf geworden, wou ik natuurlijk naar huis, maar ja, het was één puinhoop en één geknal en overal verloop van alles naartoe. Hoe lang duurde dat geknal? Nou, ik denk toch wel een uur. Ja. Ik denk toch wel een uur hoor, want het brandde allemaal, want een paar maal schoenfabrieken stond in de fik daar. Enfin, de hele Prelweg, heet het toch Prelweg toen, ja. Die was bijna helemaal weg, hè. De Stationstraat? Nee, de Prelweg. Ja. De hoe heet die ja, nou? Ja, de weg langs het spoor in ieder geval. Ja, maar die heet nou anders, hè? Ja, die heet anders. Hoe heet die? De Prelweg heet, de Parallelweg heette die vroeger. Maar ja, doet er niet toe. We weten waar we het over hebben. Ja. Maar die munitietreinen, die is in brand geschoten door de Engelse vliegers, hè? Ja, die kwamen van Haren af. Komen van Haren af en dan dood. Over haar, ja. En dan schoten ze eroverheen, ja. En dat was een behoorlijke knal iedere keer, hoor. Ja, en toen moest ik naar huis. En wij woonden in de Dorpstraat. En toen kwam ik thuis, mijn vorm was eruit en er was veel kapot in de Dorpstraat. En mijn zusje was weg, want die was in de box ze wou brood halen. Dus moest ik weer achter mijn zusje aan om die te zoeken, want die was 8 jaar jonger dan ik. Ja. Dus dat kind moest ik gaan zoeken, want die was bij de bakker daar, hè. Ja. Ja.
Over het verzet hadden we het net, hè? Maar er waren ook duidelijk, neem ik aan, Oostenrijkers die echt samenwerkten met de Duitsers, hè? Ja, maar die namen die vallen, die ken ik allemaal niet meer. Er waren er, maar ja, dat was er eigenlijk die in Oostenrijk die dat gedaan heeft, die daar ook bij de WVA iets te vertellen had, zou ik maar zeggen, die ook Oostenrijkers aannam om daar te komen werken. Op de leerfabriek. Die was eigenlijk toch niet helemaal verkeerd, die man, hoor. Ja, hij sympathiseerde met de Duitsers, maar ja, welke kant kies je? Ja, ja. Er waren ook dames, meisjes, die omgingen met de Duitsers. Jawel, natuurlijk, maar dat is overal gebeurd, hè. Tegenovergestelde waren er ook dames die met de Engelsen mee gingen, hè. Dat was onder andere het grietje waar ik verkeer mee had. Die had meer met de Engelsen op toen die kwamen als ik. Dus ik wil maar zeggen, ik was toch niet zo die met de Duitsers sympathiseerde. Daar had ik niks op tegen. Want waarom? Onze Nederlandse meisjes deden hetzelfde met andere militairen. Hmm. Hoe verkijk je het, hè? Maar ze werden wel heel hard aangepakt, hè, na de oorlog. Ja, de haren gingen eraf, hè. De haren werden er. En bent u er wel eens bij geweest dat gebeurde? Even denken. Ben je er wel eens bij geweest? Ik ben er wel bij geweest, maar toen was ik al in dienst, hè. Ik ben een vrijwilliger in dienst gegaan. Dus Nederland was nog niet bevrijd. Maar toen ben ik al in dienst gegaan. Ja. Nee, maar heb u kunnen zien hoe ze die meisjes kaal schoren? Nee, heb ik niet gezien. Ik heb het wel in Soest gezien. Ja. In Soest heb ik het wel gezien, want toen was ik al militair. Ja. De bevrijding. De bevrijding. Dat was natuurlijk geweldig hier. Wat herinnert u zich daarvan? Ja, op een gegeven moment toen. Wij woonden dus, net ik zeg, op de Dorpsstraat. Wij woonden op de Dorpsstraat en achter was er zo'n schutsputje tegen de vuile stroom aan. Wel, waar die Duitsers nog in zaten. En op een gegeven moment hoorden we schieten. En toen hoorden we van het postkantoor af, hoorden we brengcarriers komen, waar de Engelsen op zaten. Dus die kwamen door de Dorpsstraat heen gelopen, liepen langs de muren heen. En toen kwam er nog eentje uit het huis van die meneer van de Sabuna, zeepfabriek, die man. Er kwam nog een Duitse officier uit. En er is er nog op geschoten. Maar ja, het heel Oostenrijk stond op zijn kop, want Peer van Amersfoort, Peer de Lip, die woonde daar met heel zijn nest kinderen. Die had 2 kinderen van Herman van Amersfoort. Peer de Lip was dat. Wel, en die zaten allemaal op die brengcarriers daar. En dat was wel gezellig, het was een gezellige beweging. Ja. Wel, met de bevrijding. Maar was het ook niet een beetje riskant om je buiten te vertonen, terwijl Oostenrijk bevrijd werd? We liepen gewoon mee, hoor. Ja. Nee, dat was niet. Wij vonden niks riskant, want de Duitsers waren weg. Ja, maar ja, vlak daarvoor. Toen ze kwamen uit van de richting Moergestel, hè? Ja, ze kwamen van de kerktoren. Het schieten hebben wij gehoord op die torentjes eraf schieten. Ja. Dat hoorden we. Maar wij zaten toen in de schuilkelder, hè? Van een schuilkelder gegraven achter in de tuin. En daar zaten wij in. Hoe zag het, dat was wel niet zo erg comfortabel, zeker? Het was gewoon een gat in de grond. Wel, en er lagen een paar oude dekens in en daar kon je op gaan zitten. En hoe... Je kon er niet in staan, je kon er alleen maar zitten. Je moest schuin in en dan kon je op de grond gaan zitten. En daarboven was dan hout overheen gelegd en daar lag een berg zand overheen. Dus je hoorde heel weinig of niks. Wel, maar als je dan buiten kwam, ja, dan op een gegeven moment, dan was er een hoop herrie, want toen waren ze op die kerk aan het schieten en toen wouden we wel eens luisteren natuurlijk. Waarom, ja, toen was voor het dichtbij, hè. Waarom schoten ze op de kerk? Nou ja, meestal was het zo dat in hogere gebouwen de Duitsers inzaten als kijkpost, hè, en als vuurpost, hè, om te kunnen schieten, hè. En het was hier in Oostenrijk ook het geval? Nou, er hebben wel Duitsers boven gezeten op de kerktoren, maar ik dacht niet dat die daar geschoten hadden, want die torentjes die ze er afgeschoten hebben, daar konden geen Duitsers in zitten.
Toen de gevechten voorbij waren hier in Oosterwijk en alles voorbij was. En toen begonnen er feesten, veronderstel ik. Ja, toen was Speet, de winkel van Speet, waar nou... De Blokker? Of... Blokker zit, ja. Want Blokker was de winkel van Speet. En daar was feest, hè. En in de winkel van Bosman. Wat gebeurde er allemaal? Ja, buurtfeesten, hè. Ja. Maar ja, ik was toen in dienst, hè. Dus ik kwam alleen af en toe maar een keer naar huis toe. En ging ik ook mee naar het buurtfeesten natuurlijk, hè. U bent in dienst gegaan, hè. Onmiddellijk na de bevrijding van Oosterwijk. Ja, dus. Als vrijwilliger, ja. Maar dan heb je toch ook het feest mee kunnen maken nog, van de bevrijding? Ik lag in Eindhoven. Ik lag in Eindhoven op de Ambachtsschool. Ik werd chauffeur van luitenant Nelemans van de pers van het regiment stoottroepen. En we hebben toen in Tilburg hebben we dus een filmapparatuur bij elkaar gehaald. En toen hebben we dus begonnen met filmvoorstellingen in de kazerne. Dat was de ambachtsschool in Eindhoven. Daar hebben we toen een bioscoopje ingericht voor dus de... Dus u hebt dat oude ambacht, had u meteen weer opgepakt? Ja, begonnen we meer filmapparatuur op te stellen. En hebben we daar filmvoorstellingen gedraaid. Ja. Want later ben ik dus overgegaan met de stoottroepen van Hot naar Harmer. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen in Den Haag. En daar heb ik de filmdienst opgericht. Vertel. Ik heb de filmdienst opgericht in Den Haag. Ik kende dus al die namen van die filmmaatschappijen, die kende ik allemaal. En de eerste was Dordrecht zat de filmmaatschappij en in Amsterdam zaten ze allemaal. En daar ben ik toen naartoe gegaan om films van elkaar te krijgen voor van de militairen mogen draaien. Ja, huren kon je niks, centen had je niet, maar we hadden wel sigaretten. Nou, met die senior service sigaret, 50 in een doosje, dan kon je elke film verhuren hoor, voor het leger. En toen ben ik begonnen met, maar dat was dus na, toen ik in dienst was, toen ik al in Den Haag las. Ik heb dus in Eindhoven gelegen, ik heb in Weert gelegen, ik heb in Brussel gelegen, ik heb op benzinewagens gereden van Cherbourg op Aken. Heb ik ook nog gedaan. En later ben ik met het regiment stoottroepen omhoog gegaan. Zijn we in de bos terecht gekomen. Hebben we nog in de Zwarte Arend gelegen. En van de Zwarte Arend toen zijn we uiteindelijk ben ik terecht gekomen in de Van Alkemaadlaan in Den Haag. En daar is de filmdienst begonnen. Ja, ja. En ik heb op alle troepentransportschepen heb ik voor filmmateriaal, voor films, voor filmmateriaal gezorgd. Dus... Maar u hebt het nu steeds over het Nederlandse leger, dat na de... Oh, de stoottroepen, Nederlandse stoottroepen. Ja. Dat was niet het Nederlandse leger, dat was een onderdeel van de SM, stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Maar dat was een onderdeel van het verzet. Ja. Van het verzet, daar was dat een onderdeel van. Maar ja, het functioneerde niet meer als verzet, want de oorlog was erbij. Nee, het was een legeronderdeel. We waren ingedeeld met het 9e Amerikaanse leger en later, want ik heb nog een payboek van het 9e van het Nederlandse leger dat ik daar in dienst was. Ja. Daar heb ik nog liggen. Mm-hmm. En later kreeg ik een Nederlands payboek van de militair zijn, waar het testament en alles in zit dan. Is er nou iets waarvan u zegt, dit heb ik nog niet verteld en dat vind ik toch belangrijk als we het over de oorlog hebben? Over de oorlog. Een persoonlijke herinnering of iets wat gebeurd is in Oosterwijk of... Nou ja... Het werkt met 91, dan lukt het allemaal niet meer, hè? Nou, ik vind dat er nog heel wat herinneringen zijn. Jawel, dat moet ik... Kijk, als ik een hint zou krijgen, dan zeg ik, oh ja, dan weet ik wel weer iets, weet je wel, maar... Het naar Duitsland moeten van de jonge mannen, dat greep wel in het leven hier, hè? Ja, vanzelfsprekend natuurlijk. Maar ja, kijk, ze werden opgepakt en ze moesten gewoon weg, klaar. En omdat ik dus een beetje in die filmbeweging zat toen, heb ik dus een beetje
kunnen rekken. Eerst als distributieambtenaar en later als filmoperateur. Maar ja, op een gegeven moment was dat ook over. En toen ben ik dus naar Heerlen gegaan. Ja. Ondergedoken? Was ik ondergedoken bij de Gebroeders van Bergen, ja, in de bioscoop. Ja, er was een bioscoop waar 1500 zitplaatsen waren. Hè? En hier hadden er 390 in de kunstkring. Dus ik wil maar zeggen, daar stond je stom te kijken als je in zo'n theater komt. Hè? Maar ja, ik heb toch wel een leuke tijd gehad. Jawel, ik ging van hot naar haar. En dat was meestal niet thuis en ze was ook weer wel thuis. Maar het ging goed. Ik heb eigenlijk niks gevaarlijks ondervonden. Ja, wat was gevaarlijk? Die met een moersleut die bouten losraak om die lijn weg te buigen, was niet meer gevaarlijk, hè. Nee? Nee, dat was beschouwen. Op die leeftijd moest je uitkijken, maar nee, was niet meer gevaarlijk, hè. Gewoon opletten, want je kreeg dan toch een seintje van die op wacht stonden, want die mannen die over die spoorlijnen kwamen lopen, met zo'n kaarslantaarntje bij er, wel, want die moesten de weg zien, die liepen over de Bielzen. Die spoorlijn na gingen kijken. Hè? Dus dat was niet zo groot. Kijk, het laatste, de bouten moesten eerst los. Je mocht niet direct de zaak weg. Want als die mannen eroverheen dan hadden ze gezien, kon nooit geen trein ontsporen. Dat ging dan niet. Toen ze allemaal nog zo veel mogelijk contact blijven. Wel, tot het moment daar was en de trein kwam. En dan, dan gebeurde dat. Hè? Gerritje van der Linden en... Maar het maakt niet uit. Er zijn verschillende straten genoemd naar een aantal verzetsstrijders. Hè? Ja. Oké. Okay. Bedankt. Nee, graag gedaan. Ik probeer mijn oude hersens nog... Nou, er komt een heleboel uit nog, hoor. ...een beetje te laten kraken, hè. Maar ja. Kijken wat er van... Je moet soms diep doordenken nog, hè. Ja, maar ik weet meer van 50 jaar terug als van gisteren. Ja dat is bekend, hè, bij deze kwaal. Van gevraagd werd ik gisteren gedaan, dan moet ik echt even gaan denken wat ik ga doen. Want dan weet ik het niet meer precies. Ja. Maar van toen wel. Ook hebben we een leuke tijd gehad. Filmdienst, was heel leuk. Toen ik de filmdienst opgericht had, alle... Troepentransporten, de kind, de Cote Eend en de Cote Baro enzovoort. Al die boten zorgde ik voor filmoperateurs en voor speelfilms. Want instructiefilms waren er genoeg van het leger. En ik heb zelf nog één bootreis meegemaakt naar Willemstad. Ja. Dus toen werden de politietroepen in Willemstad werden afgelost op de Boisven. En daar ben ik toen als filmoperateur mee naar Willemstad gevaren. Een heel leuke reis. Dus de oorlog en de tijd erna, was voor u helemaal niet zo vervelend? Nee hoor, helemaal niet. Was helemaal niet vervelend. Nooit gedonder gehad met Duitsers? Nee. Nee, ik was een beetje een voorzichtig manneke, hè. Ik bedoel, zo groter later mijn mond geworden is, zo klein was hij toen, hè. Maar ja, dat leer je op een gegeven moment wel, hè. Als je dat toen ik later bij Soelzer ben gaan werken, toen werd ik opgepakt. En dan zei je, kun jij morgen voor om 10 uur in Amsterdam-Noord zijn? Want er moet met een helikopter naar Noorwegen toe, want er moet de airconditioner gekeken worden van de boortorens. Geen probleem mee, dan stap ik in een helikopter. Ging met mijn autootje naar Amsterdam en ik stapte in een helikopter en nam meetapparatuur mee. En ik vloog naar Noorwegen toe en ik ging naar de airco kijken. Ik heb altijd ik heb een leuk leven gehad. Okay. Toch wel, jawel. Oké, dankjewel. Oké, graag gedaan.